Ik heb geen goede voornemens voor 2019. Breda Nu. Je weet het meteen. Een nieuw jaar is weer aangebroken. We zijn inmiddels in 2019. En met het nieuwe jaar komen natuurlijk ook weer nieuwe goede voornemens. En wij zijn benieuwd, wat zijn de goede voornemens van de inwoners van Breda? Wat zijn uw goede voornemens voor het jaar 2019? Heel aardig zijn voor andere mensen en vooral voor omroepen. Nou, ik ben op 13 december weer vader geworden, dus heel veel aandacht schenken aan mijn twee prachtige dochtertjes en mijn vriendin uiteraard. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. En als u nu over na zou denken, zou u iets weten? Nee, ik denk het niet. Had u voor 2018 een goed voornemen waar u bijvoorbeeld iets mee heeft gedaan, weet u dat nog? Stop met roken. Ja. En dat heeft u nog steeds volgehouden? Ja. Kunt u er iets over vertellen? Was dat moeilijk? Nee, het was niet moeilijk. Met behulp van een e-sigaret. 1 keer proberen en je bent meteen van het roken af. Ik heb geen goede voornemens voor 2019. Die heb ik niet. Helemaal niks? Nee. Heeft u misschien een wens voor uzelf of voor iemand anders? Ja. Die heb ik wel. Geen dag zonder liefde in 2019. Is dat ook gelukt in 2018? Het is een voornemen, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar het feit alleen al dat ik er naar uit bleef kijken, was het toch een goed jaar. Hoe vindt u dat de mensen het in het algemeen hebben gedaan, ook op het gebied van liefde in de wereld? Dat weet ik niet. Er is heel veel geweld. En wat daar de oorzaak van is, is heel divers. Maar dat doet me zeer. Daar heb ik op het eind van het jaar ook wel een potje over zitten huilen. Breda Nu. Je weet het meteen.